Oktober vorig jaar landde hier de eerste grote testlocatie van Amsterdam. Het doel is om de testlocaties die steriel of somber oogden met zwarte of witte doeken, om die vriendelijker te maken. Ik ben Monier de Vries en ik vind werk in de openbare ruimte heel leuk omdat dat voor iedereen toegankelijk is. Voor het werk op de testlocatie heb ik in Photoshop gewerkt. Op een tekentablet, in het echt, gebruik ik dan vaak spuitbussen en op de computer doe ik dat dan in Photoshop. En waardoor mensen die misschien toch ook best wat gestrest zijn als ze zich moeten laten gaan testen, ook misschien toch iets prettiger vinden om hier naartoe te komen. Ik ben beeldkunstenaar. Ik werk heel veel en graag in de meer en minder openbare ruimte. En ik maak werk wat best wel toegankelijk is. We hebben dus ook mensen die niks met kunst hebben, verleid worden misschien om te gaan kijken. Ik denk dat de openbare ruimte ook in de COVID-tijd weer een extra lading heeft gekregen. Ja, ik vind het prachtig. De kleuren zijn mooi. En het draagt ook iets uit, hè? Vrolijkheid en hou vol en blijf in beweging. En, ik ben daar wel een voorstander van. Want het is toch wel een moeilijke. We zitten in een moeilijke periode. En we moeten ons houden aan de regels. Thank you.